De volgende is de Volvo FH Globetrotter XL. En, het is een nieuw model met die nieuwe scherp gesneden koplampjes. Hij is aerodynamisch helemaal geoptimaliseerd. Vind je het een mooie auto om te zien? Ik vind het zeker een mooie auto om te zien. En ik ben benieuwd hoe die er van binnen uitziet. Nou, laten we eens kijken. En ook Volvo heeft natuurlijk zo'n mooi groot vak. Sterker nog, dit merk heeft het ooit bedacht. Bij de Volvo F-serie. De zijvakken. En nou ja. Je ziet het al, er past veel in. En ik kan er makkelijk bij. Helemaal goed. Je kunt overigens nog een vakje krijgen. Dit paneel kan ook open. Bij dit model is dat nu niet zo. Dat is een optie. Maar dan heb je hier nog een zijklep. Laten we eens binnenkijken. De instap is makkelijk zo met 3 treden. Ja, het is een speciale editie van Volvo met mooi leer op het dashboard. Ja, het is blauwe accentjes, mooie stoelen erin. Ja, het is net als in de personenauto's, het is heel strak afgewerkt. Ja, ik hou ervan. Ik vind het mooi. Het mooie aan de Volvo vind ik dat alles elektrisch is. Je stoel, je stuur kan je zo verstellen. En natuurlijk de iShift-box naast je. Ja, de Volvo heeft goede stoelen, ook hele mooie dikke stoelen, maar ja, die nemen ook wel heel veel plek. Je ziet dat ik heb niet heel veel ruimte hier voor het dashboard. Dit is ook een draaistoel, maar om die te draaien, ja, dat is toch wel even een dingetje. Want dan moet hij namelijk nog verder naar voren. Dan moet die rugleuning iets naar voren. En dan kunnen we hem draaien. Maar heel simpel gaat het niet, zoals je ziet. Nou, is het eindelijk gelukt? Ja, uiteindelijk wel. Ja, ja, het is even passen en meten, maar als je er in één keer zit, dan zit het wel heel relaxed met je benen rechtuit. En ja, als ik verder om me heen kijk, boven de voorruit ook weer allerlei kastjes en vakjes. Mooie rolluikjes. En Volvo heeft ervoor gekozen om een heel groot dakluik te maken, waardoor je heel veel lichtinval hebt. Daardoor mis je wel de volledige afmeting van een kastje. Dus deze is wat kleiner, maar goed, daarvoor heeft hij ook weer kastjes tegen de achterwand. En om bij het bovenbed te komen, gebruiken we deze mooie trap. En dan kom je natuurlijk uit met deze praktische kastjes met een mooie verlichting aan de binnenkant. Nou, hoe ligt dat? Nou, ik lig hier best prima. Het onderbed ziet er ook goed uit. Het is een hele dikke matras. Hij is ook verstelbaar aan het hoofdeinde. En onder dat bed hebben we natuurlijk weer een opbergvak aan deze kant. Met hier een grote koelkast. En hier zijn er beneden ook nog kastjes? Jazeker, hier zijn ook nog allerlei aflegvakjes voor spullen die je altijd bij je wil hebben. Hier zit nog een grote la voor je documenten. En hier is een kastje wat zelfs het lampje automatisch aangaat als je daar iets in legt of als je je hand erin steekt. Bekerhoudertjes. Ja, eigenlijk ontbreekt het je aan niks.